Jij vindt ook wel dat ik te veel opzoek op internet. Ja, dat ik zo te veel dingen lees. Doet niet iedereen dat? Ja, dat weet ik in niet. In mijn vriendenkring wel. Ja. Sommige dingen moet je ook gewoon vergeten. Ja. Anders ben je niet aan nog een kind. Oei. Ja. Wat doen we hier? Moeten we ingrijpen? Ja, ook wel lachen en genieten samen. Ja. Dat is echt schattig en leuk om te zien. Ik denk als ouders terugkijken op zo de eerste 1000 dagen, dat zij samen met ons enorm verwonderd zijn over wat op 3 jaar tijd kan gebeuren in alle vaardigheden wat een kind kan. Maar de grootste verwondering gaat volgens mij wel over het feit dat het kind echt een eigen persoontje geworden is. Met een eigen karakter, met eigen vaardigheden. En dan heb je de vierde fase, dat is relatievorming. Dus het kindje heeft ontdekt, ik ben een individu op zich. En die gaat dan in de wereld gaan staan. Met wie wil ik allemaal in verbinding gaan? En met wie wil ik iets hebben samen? Zo. Dan ga je dat beginnen ontdekken. En dat komt eigenlijk eerder in de kleutertijd. Beginnende kleuter komt dat al aan bod. Als kinderen voor de leeftijd van 2 jaar spelen die echt wel naast elkaar. Die lopen soms elkaar in de weg zelfs, als in dezelfde ruimte zijn. Vanaf de leeftijd van 2 jaar beginnen kinderen die anderen ook te zien. Dat is nog een beetje spannend, hè? Dat is van op afstand. Er is superveel te leren op vlak van sociaal en samenspelen. En dat gebeurt niet in 1, 2, 3. Je zult ook daar merken dat kinderen dat heel veel uitproberen. Uitproberen kan ook zijn gewoon iets afpakken. Je trekt er even aan en zien van, het effect is niet zo goed. Oké, opnieuw. In die periode ontwikkelt zich die complexe coördinatie en dan zie je wel een groot verschil tussen kinderen. Bij sommige kinderen verloopt dat niet altijd zo automatisch. Al dat leren springen en zwemmen en fietsen. En zwemmen moeten ze nog niet kunnen, maar de coördinatie van die zaken. Die zwommen naar de zee. Ga je zwemmen? Zij de moeder en ik zwem met je mee. Wij zwemmen weg uit die vieze oude stroot. Maar in de zee, daar kan je spelen en dan doe je hup. Dat is vaak echt genetisch bepaald. Soms heb je families waar dat iedereen heel vlot motorische zaken aanleert en andere families die zeggen, ja, elke persoon heeft zijn talenten. Zelfs als het kind pas kan fietsen op 3 jaar en het andere kind kan fietsen op 2 jaar, 3 maanden. So what? Eigenlijk maakt dat voor de toekomst niks uit. Een kindje gaat niet meer alleen een toren maken, maar gaat ook al een treintje nabouwen of gaat een muurtje nabouwen of gaat al een cirkel imiteren of een lijn, een horizontale, een verticale. Dus ook die visuele ruimtelijke ontwikkeling komt tussen 2 en 3 jaar echt helemaal tot ontwikkeling. En dan kan je met kind al heel constructief gaan spelen. Wat zijn de stipjes? Hier. Ja. Hier is een visje samen. Moet het regenen? Ja. Papa is in het ziekenhuis, hè? Hij dacht, zullen we dan een dikke kus opgeven? Ja. Oké. Stipjes? Ja. Kussen. Allee, kus maar. Duwen. Als we op de leeftijd van 2 jaar kijken naar de fijne motoriek van een kindje, dan zie je dat ze nog heel vaak met beide handen tekenen. Veel kindjes zullen naar de leeftijd van 3 jaar toe toch al een beetje een voorkeurshand hebben. En de ouders zien het eigenlijk vaker bij het eten bijvoorbeeld, of dagelijkse activiteiten, dan bij het tekenen. Maar een echte keuze van voorkeurshand lijkt mij pas zeker aan de orde zo in een tweede kleuterklas. Pas dan moet je wel beginnen kiezen, omdat je dan heel veel fijne motoriek hebt. Hè. Maar voordien speelt het nog niet zo'n grote rol. Op de leeftijd van 2 tot 3 jaar ontstaat echt zoiets heel tof als fantasiespel. Zo niet meer gewoon nadoen wat dat de ouders doen, dezelfde handelingen, dezelfde voorwerpen, maar wel je eigen interpretatie geven aan dingetjes en aan spulletjes. Een afwasponsje dat je ergens vindt en daarmee beginnen toeta, een brandweerauto nadoen, dat is echt typisch voor die jonge peuters. Die hebben heel veel indrukken en je begint te zien hoe dat ze dat in hun spel verwerken, hoe dat ze fantasieverhalen daaraan linken. En een hele nieuwe wereld gaat zo open in het hoofd van het kind eigenlijk. Hij heeft pippen. Ben ik ziek? Ja. Oei. En nu wenen. Niet wenen, oké. Het is toch pijn hoor. Ja. Pijn. Oh, dank u. Wauw, roze plakken. Hier. Maar geen spuitjes, hè? Hier wel. Nee, geen spuitjes. Nee. Prik, prik. Dank u, dokter. Kruiden weten. Ja.
En in het sociale en de taal zie je daar een enorme evolutie in de taal als communicatiemiddel. Taal is niet meer alleen om iets aan te duiden, is niet meer alleen om iets te verkrijgen, maar is ook echt een communicatiemiddel. De kinderen beginnen te beseffen eigenlijk dat een andere persoon iets anders kan denken dan zijzelf. Ze kunnen zich al wat verplaatsen in die andere persoon, beginnend, maar dat is toch wel een fase waarin dat je dat begint te zien. Ze kunnen zich al een idee vormen van wat mag en wat niet mag, omdat ze het ook via spel ontdekt hebben. Hè? Ze hebben dingen uitgeprobeerd die niet altijd goedgekeurd worden door de volwassenen. Afspraken zijn voor kinderen echt concrete plaatsen, personen en voorwerpen die aan elkaar gelinkt zijn. Als ik de juf zie, is het de bedoeling dat ik op mijn stoeltje in de kring ga zitten, bijvoorbeeld. Dat kind dat spontaan thuis op een stoeltje gaat zitten, als jij er bent, dat zal niet zo zijn. Hè? Maar gewoon zeer concreet kunnen kinderen dat beginnen begrijpen. Ik krijg wel eens de vraag van ouders van... Hoe moet ik mijn dag doorkomen met een peuter? Die vraagt constant mijn aandacht, die kan het huishouden niet meer doen, die komt overal aan. Als advies geef ik dan meestal, probeer je kindje zoveel mogelijk te betrekken bij jouw dagbesteding. Hè. Laat het eens een wasmachine uitladen. Peutertjes hebben die liever dan erbij te horen en te mogen helpen. Dat zorgt er al voor dat dat gedrag al heel wat gemakkelijker gaat zijn. En als je daar dan staat, als een mensje op zich, dan pas ben je eigenlijk in staat om echte relaties te gaan vormen. Want ik ben hier, jij bent daar en wij kunnen iets hebben met elkaar. En die begint ook te ontdekken, mensen hebben met elkaar ook dat soort verbindingen waar ik geen deel van ben. Dus waar het tot voor de laatste fase vooral heel erg één op één relaties aangaat, gaat het driehoeken beginnen maken. Gaat die beginnen ontdekken, ik heb iets met mama... Dat is anders dan wat ik heb met papa. En dan gaat hij ook ontdekken, mama en papa hebben ook iets met elkaar waar ik niet tussen kan, maar wat is dat dan? En dat is het moment waarop ze dan in bed springen en tussen mama en papa willen komen. En zodra dat die elkaar knuffelen, ertussen gaan kruipen van, wat is dat dat die daar doen? Want hoor ik daar niet bij zo? En stilletjes aan luidt dat ook de periode van de eerste vriendschappen in. Van, klasgenootjes, dat ze toch... gaan kijken van, ik speel toch liever met de die dan met de die. Ik zoek toch liever dat kindje op in plaats van dat. Of die juf ligt mij, maar die ligt mij minder. Dus alles rond relaties gaat beginnen leven. Ja, dat is keicool om te zien dat die zo hard vooruit gaat. En ook zo dat sociale onderling, dat beginnen zo... Ja, die beginnen elkaar meer te kennen dan zo gewoon... Die zit bij mij in de klas of daar beginnen zo relaties te ontstaan. Ze speelt ook heel veel met hetzelfde kindje in de klas. Dus je voelt zo dat die keihard vooruit gaat. En ja, we zijn wel benieuwd hoe dat ze gaat evolueren. Wat voor iemand ze gaat worden. Tussen 2 en 3 jaar, en vooral dan na 2,5 jaar vooral, hè, zijn ouders soms enorm verwonderd welke mooie gesprekjes ze al kunnen hebben met het kind. Dat kan in 2 woord- of 3 woordzinnetjes. Hè, dat hoeven nog geen complexe taal te zijn, maar wel al een veel complexere interactie. Dus je mag al eens wat meer vraagjes stellen die wat meer inhoudelijk gaan. Meer dan alleen concreet, wat zie je? De taal en het begrijpen, dat gaat bij alle kinderen vrij eenduidig lopen, maar de spraak, dat is wel een enorm grote variatie. Daar kan echt meer dan 1 jaar verschil op zitten. Dus dan moet je ook weten dat een kindje dat nog niet veel spreekt, wel al veel begrijpt en ook al heel veel heeft aan verhaaltjes en zo. Wie komt er bij mij zitten? Ik hoor. Deze. Wat? Mille? Kijk, Mille is met Suzanne aan het spelen. Mille is met Suzanne aan het spelen. Hier staat, hallo, ik ben Finne. Ik ben een echte brandweervrouw. Oh. Oh. Wat is dat? Doe da. De brandweerwagen? Brandweerwagen. Ja. Da. Pak het stuur maar, we gaan rijden. Oeh. Oh, daarvoor. Opgepaast. School, dat is een hele nieuwe mogelijkheid voor kinderen. Hè? In heel veel kleuterklassen zijn er veel meer speelmogelijkheden, veel meer vriendjes dan dat je ooit thuis kan bieden. En dat is voor kinderen die in volle ontwikkeling zijn, die van alles willen ontdekken, echt een hele fijne fase. Lichtstaan. Zo. En dan steken we daar de brooddoos in. Ik wil sneller doen. Ja, probeer me. Dat is moeilijk, hè? Een knopje. Nee, moet ik helpen? Nee, ik kan. Moet ik helpen? Nee, ik kan.
Tada. Ik heb je wel schoenen aan. Ah ja, dan moet je schoenen aan. Kus je dan als je naar school gaat? Die... Ja. In de auto. In de auto? Ja. Oké, okay. Zijn we weg? Kom. Ja. In de auto. Allee, we zijn er weg. Het is super clever om te zeggen, maar wij zijn echt al heel veel verrast geweest. En dat kan gaan over dingen die ze in één keer doet, ja. Maar het kan ook gaan over hoe dat ze kan kijken naar ons. Het is kleine okay, dingetjes. Ja. Ja, we hadden dat ook nooit niet gedacht, dat wij zo gingen reageren op ons kind, van zo verwonderd gingen zijn. Ja. Die verwondering heb ik nog bijna elke dag. Boekentas, en ben je nu klaar voor naar juf Eef te gaan? Kom, dan gaan we nu naar juf Eef stappen, hè. Springen. Hop. 1, 2, 3. Kijk eens naar achteren.